Goedemorgen. Het is vandaag, nou het is eigenlijk al echt diep middag. Het is een uurtje of twee. En 5 februari denk ik, dinsdag. Waar is mijn telefoon? Hallo? Oh daar! Ik wou zeggen, ik had hem net nog in mijn hand. Het is inderdaad dinsdag 5 februari. Ik heb vannacht om 6:30 ochtends de wekker gezet en een poging gedaan om de vlog nog te uploaden, want hij was dus gisteravond niet goed. Er zat geen geluid onder. Soms is dat met exporteren ineens, dus dan moest ik hem opnieuw exporteren. Nou, dat duurt ongeveer een uurtje. Dus toen dacht ik, ga ik gewoon van slapen, zet ik de wekker en dan doe ik het alsnog. Dat was niet gelukt. Ik weet niet wat ik gedaan heb, maar hij staat er in ieder geval niet op, zag ik, toen ik net wakker werd. Dus vandaar dat ik ook zo laat wakker ben, gisteren, na het uitje van mijn werk. Mijn laptop is aan het opstarten, maar het gaat nog niet zo soepel. Oh, dit wordt echt zo'n druilerige dag waar je zo blij bent dat je vrij bent, omdat alles moeizaam gaat. Ik ben een tostietje voor mezelf aan het maken. Op bolletjes, want ik had deze bolletjes nog van de knakworstjes. Volgens mij kunnen die ook goed in de tostiapparaat. En de kaas was over de datum, maar nee, maakt niet uit, het is kaas. En anders is het schimmelkaas. Dus hoppa. Vanavond ga ik bij mijn ouders eten. Super gezellig. Hutspot, hutspot. Maar vanmiddag moet ik een video opnemen. En dit is een video waar ik al heel lang naar uitkijk. Dus ik hoop dat jullie hem heel leuk vinden. Mijn laptop zegt dus altijd, maakt niet uit hoe je hem opstart, dat hij uit is gezet vanwege een probleem. Terwijl ik denk, je batterij was leeg. Ja, als jij dat een probleem vindt, dan snap ik het. Maar dit ding. Oké. Oh shit. Nee, die heb ik niet nodig. Ik wou zeggen, ik heb natuurlijk de SD-kaart nodig die in de camera zit. Maar dat hoeft niet. Deze achtergrond is echt goud. Dit is, kijken of iemand de groene muur herkent, vast wel. Dit is nog bij Nick, toen ik met Nick samenwoonde. En volgens mij ook gewoon nog samen was. Hij gaat nu alles opstarten wat ik achter heb gelaten. Met Birdie in de zomer. Ach, deze is denk ik een jaar of 3 oud. Cute, hè? Niets lekkerders dan het geluid van sissende gesmolten kaas. Het slechte nieuws is dat hij dus nog steeds niet goed geëxporteerd is. Ik heb dit een keer eerder gehad, maar ik weet niet meer wat ik toen heb gedaan. Misschien heb ik wel gewoon toen het hele programma eraf gegooid en opnieuw opgezet. Want dat doe ik af en toe ook, omdat dat programma dan gewoon, het is echt een huge programma. En mijn laptop is natuurlijk niet meer de nieuwste, dus die wordt daar best wel, door bevat. Die vindt dat best wel lastig, soms. Dus af en toe gooi ik het een keer af, want dan alle bestanden die hij dan random opslaat, die je niet echt ziet staan, dus die je ook niet verwijdert, die zijn er dan ook af. Dus misschien moet ik dat doen, maar in dat geval, ja, het is op zich zo gebeurd, maar dan wordt het wel 3 uur voordat de vlog er een keer op staat. Ik heb terwijl ik Baywatch op Netflix heb gekeken, me even opgemaakt, goed als. En Baywatch is wel echt lachen. Het is dan zeg maar die film met Zac Efron. Als Zac Efron erin speelt, dan kijk ik hem eigenlijk standaard sowieso. Want ja, ik kijk gewoon met plezier naar die jongen. Ik ga er weer mee draaien. Er zit wel een beetje slechte humor in. Een beetje. Ik ben er niet zo van. Als je echt van die flauwe grappen houdt, dan hou je daar wel van. Maar het is niet zoveel dat het zeg maar slecht maakt of niet leuk om naar te kijken. Het is eigenlijk een slechte actiefilm met humor die je vooral moet kijken als je niks beters te doen hebt. Het is niet per se een goede film. Maar wel vermakelijk. Maar nu, het is natuurlijk, ik kwam pas 2 uur in mijn bed uit, dus het is al best wel laat. En ik moet de video nog opnemen, dus dat ga ik nu doen. En mee wilde heel graag mijn ringlamp lenen, dus die moet ik even langsbrengen. Of tenminste, ze woont vlak bij mijn ouders, dus die kan ik wel even langsbrengen. En dan ga ik ringen richting mijn ouders, mijn mama wilde ook nog graag een spelletje met me spelen. Maar eerst die video, dat is nu even, de rest staat nog even stil, video. Ik ben stiekem langzaam alweer een beetje een bende van dit huis aan het maken. Ik heb wel een leuk pakketje binnen van Ali. Dit is een smartwatch die ik echt per ongeluk tegenkwam. Die ik zo mooi vond. En de reviews waren best wel goed. Dus dacht ik, oh, daar wil ik een video van maken. Dat vind ik echt heel leuk. Maar ik ga hem dan voor de video ook uitpakken. Ja,
Het valt eigenlijk wel mee. Maar ik ga het nu ook niet opruimen. Ik ga nu naar mijn ouders. Later. Het ziet er wel gek uit zo. Dit is paneermeel, jongens. We kijken naar Hutspot. En er zit... Hema-worsten. Ja, dit is beter. Heb je twee Hema-worsten ook eigenlijk? Twee Hema-worsten, ja. Om op te vreten. Eén voor jou, één voor mij. Mijn mama hoeft geen worst. Nee. Klein stukje. Ik neem alleen de worst, dan heb ik al genoeg. Maar jullie houden helemaal niet zo van een Hema-worst, toch? Ik vind een Hema-worst wel lekker, hoor. Ja, jij. Alleen als je mama. Veel eet, dan krijg je zo last van je maag. Echt? Ja. Ik niet. Maar de hele Hema-worst ook nog niet? Nou ja, dat heb ik nog nooit geprobeerd. Maar je hoort het straks. Ja, oké. Okay. Lekker. Voor de vitamine. Maar er zitten wortelen in hoor, in Hutspot. Dat is hartstikke gezond. Ja, er is er dus een vervelend moment in mijn vader. Nee, dit is hem niet. Dit is puur. Nee. Waar laat ik nou die klem? Die klem eraf. Oh, yeah. Nou zul je zien dat je me lekker hebt zitten maken en dan krijg ik het niet. Jawel, want ik heb je niet lekker zitten maken. Papa weet het. Nee, jij. Jij zei, jij moet die melkchocola opeten, want anders doet papa het. Ja, maar hij zei, er ligt melkchocola, die was ik helemaal vergeten. Maar dit is gewoon puur. Dit is die Tony Chocoloni. Oh, gut, dan is die nog in de bar ook. Ja. Die is gewoon van mij. Ja. Ik vond het al zo gek, want hij eet hem altijd achter elkaar op. Ik denk, dat is altijd zo'n halve reet. Nou ja, het is niet dat ik dit niet lekker vind. Maar wel minder. Nou, wat vraag ik ervan? Misschien dat ik me vergis en dat hij niet hier ligt. Mijn vader heeft me dus lekker gemaakt met een melkchocoladereep met noten. En die is er niet. Dus nu eet ik zijn pure chocola maar op. Niet te weten. Nou, het is niet hetzelfde. 20, doe jij anders de kachel weer aan? 20, het is hij zo koud? 3. Ja. 3. Ik heb dus besloten, nou, dat heb jij nog niet gezien, dat wij samen een video op gaan nemen. Wij samen? Ja. Waarom? Omdat me dat leuk lijkt. Oh. Ik weet alleen nog niet welke video. Nou ja. Je hebt er een hele hoop over te zeggen ook. Hm? Je hebt er een hele hoop over. Ik zou over schoenen gaan, maar zeker. Over stoelen? Schoenen. Schoenen. Maar dan kunnen we toch even... Sophie, dit is gewoon je hand en dat is je stok. Oké, okay. Skippo tijd. Kom Smartie, Martie, Skippo. Bij de reis naar Griechen rijdt u vanuit Nederland via Köln, Frankfurt, Basel, Bern, Thun, Spies, autotrein Kandersteg, Visp, het snelste naar Griechen. Oh. Mijn moeder probeert me even in te wrijven dat ik niet op wintersport ga. Ik kan niet alles hebben in het leven, weet je? Ik ben naar Bonaire geweest. Ja, dat is wel. Boefie is een circuspoes. Auw! Ja, dat doe je. Hey, dit was een mooie circusact. Oh, oh, oh. Ik lig ondertussen in bed, of tenminste, ik lig eigenlijk niet in bed. Ik ben eigenlijk gewoon in bed gaan liggen. Zo kan ik het beter zeggen. Want ik had het koud en ik dacht, oh, ik ga lekker vlog editen in mijn bedje. Het, echt, het grote nadeel van de Hutspot is altijd dat je kleding er zo naar ruikt. Echt, maar het was wel weer te lekker. Maar ik had dus even een momentje vanavond. Mijn vader zat naar mijn website te kijken. Ik heb sofiehol.nl. Ik doe er niks mee. Ik vind het wel jammer. Ik zit er altijd over na te denken. Oh, het zou zo leuk zijn om daar weer iets mee te doen. Of om meer te gaan schrijven. Of iets met merchandise. Maar in ieder geval, die website die is er gewoon voor het geval dat er op een dag een keer iets mee moet. En toen kwam hij dus terecht bij concepten. Ik heb echt een tijd echt elke dag geblogd. Toen ik nog stage liep en journalistiek studeerde en zo. En tijdens mijn stages verveelde ik me ook wel eens de pleuris. Of gewoon soms zelfs tijdens mijn baan. Dat ik echt gewoon momenten geen taken had. En dat ik echt dacht, wow, shit. Dat was zeg maar het jaartje wat ik op kantoor heb gezeten. En dan schreef ik stukjes. En hij las er één voor. En die was echt best wel
Nou, niet echt belangrijk, maar toen zat ik dus verder te kijken, want ik wist dat er nog veel meer waren. Omdat het voor mij ook een soort van manier was om, ik zit het ondertussen op te zoeken hoor, vandaar dat ik veel opzij kijk. Een manier was om mijn gevoelens kwijt te kunnen of om mijn gedachten op een rijtje te zetten. En nu kwam ik er eentje tegen en die greep me zo aan, die greep me zo bij mijn keel. Het begin van de relatie met Jarno heb ik nooit echt veel over verteld. Toen ik hem leerde kennen bij de pub, hij werkte natuurlijk net als ik bij de pub, had hij nog een vriendin. Nou ja, en toen zijn wij verliefd geworden, toen heeft hij dat uitgemaakt. Alleen, het begin van de relatie wilde hij geheim houden, omdat hij niet wilde dat mensen zouden gaan denken dat hij mij al had toen hij nog een vriendin had. Of ja, weet je, hij was gewoon heel bang van de gedachten van iedereen. Behalve dat hij daarin mij heel erg voorbij liep. Want het is echt, heeft echt 3 maanden geduurd. Ik mocht 3 maanden tegen niemand praten, tegen niemand zeggen. Het mocht niet bestaan. We konden alleen in het geheim afspreken. En wat we dan bijvoorbeeld wel eens deden was echt gewoon ergens in the middle of nowhere in Groningen gaan shoppen. Zodat we echt hand in hand konden lopen en konden doen alsof we een stel waren. En dat was heel zwaar voor mij. Omdat hij aan de ene kant riep dat hij niet gelijk in een nieuwe relatie wilde stappen. En aan de andere kant wel verwachtte van mij dat ik zijn nieuwe relatie was. Dus op een gegeven moment heb ik hem ook natuurlijk een ultimatum gegeven na 3 maanden. Dat ik zei, ja, ik kan dit niet. Het is alles of niks. Nou, en toen heeft hij voor alles gekozen. Dus het was best wel even een rough start. En best wel moeilijk. En heeft uiteindelijk niks te maken met hoe het af is gelopen. Maar toen heb ik dus ook een stuk geschreven over vrijheid. En ik vond het nu zo mooi. En ineens dacht ik, wow, shit. Ik kon echt schrijven. Ik heb natuurlijk journalistiek gestudeerd, maar ik doe er eigenlijk helemaal niks meer mee. En ik dacht, misschien vind je het leuk als ik het voorlees. Misschien vind je het ook helemaal niks. Maar voel je niet verplicht om te blijven kijken. Het is het einde van de vlog. Maar de titel is heel toepasselijk vrijheid. Vrijheid. Je kunt doen en laten wat je wil en genieten van alles wat op je pad komt. Soms biedt liefde zich aan en soms ga jij er naar op zoek. Maar de vrijheid blijft. Het is geen keuze, het is een gevoel. De controle willen houden en altijd weten wat de volgende stap is. Maar hoe? Hoe word je niet verliefd? Hoe zorg je dat de vrijheid blijft en je je hart niet verliest? Hoe zorg je dat lust en aandacht altijd nummer 1 blijven? Dat je je niet verliest in de schoonheid van een ander. Iedere seconde bij elkaar is een genot. Maar je vergeet geen moment dat het tijdelijk is. Het genot is inwisselbaar. Of eigenlijk, de persoon is inwisselbaar. Het gaat niet om met wie je bent of wat je doet. Het gaat om voldoening. Vrij zijn en je nooit alleen voelen. Altijd weten dat de volgende alweer voor je klaarstaat. Je bent gewild en weet hoe je ze voor je moet winnen. Maar weet nog beter hoe je ze weer achterlaat. Ik let goed op en probeer de lessen in vrij zijn ten volle te accepteren. Maar hoe? Hoe zorg je dat je je hart niet verliest? Dat je genoeg hebt aan jezelf en dat de vlaag van aandacht niet meer is dan een inwisselbaar moment. Is alles een toneelstuk om de angst voor de verbinding te verbergen? Hoe harder je roept dat je vrij wil zijn en genieten, hoe liever je dichtbij iemand wil zijn? Zijn alle lieve woorden alleen een poging om dichtbij te komen? En was het niets meer dan genieten van de aandacht? Niets meer dan lust? Hoe zorg ik dat ik mijn hart niet verlies? Hoe speel ik dit spel zonder me te binden? De aandacht is heerlijk en het vermaak geeft geluk. Maar het komt van jou. Wanneer nieuwe ogen de mijne vinden, voel ik me gevleid. Ik voel de interesse en zie dat de ogen dichterbij komen. Maar ik wil het niet. Mijn ogen zitten nog in een avontuur dat ik nog lang niet zat ben. Alleen de jouwe zitten in meerdere avonturen tegelijk. Een les in vrij zijn, genieten en lust. Een situatie van leegte, verlangen en onzekerheid. Je kunt het of je kunt het niet. Je moet ervoor gemaakt zijn. En ik? Ik ben dat niet. Het grappige is dat hier
ja, ik heel erg het gevoel heb dat hij zich niet aan mij zal binden. Dat komt omdat ik, ja, weet je, omdat hij vaak bleef bevestigen dat het nog niet kon. En dat het niet paste in zijn leven. Uiteindelijk kan ik zeggen dat het me gelukt is om te zorgen dat hij dat wel deed. Maar ja, ik denk dat ik in die fase heel erg mezelf probeerde op te leggen van ik kan dit. Ik kan een soort van vrijblijvende open relatie met hem hebben. Gewoon omdat we het goed hebben samen, maar niet dat er per se een naamkaartje aan hoeft te hangen. Terwijl eigenlijk kon ik dat helemaal niet en wist ik dat van diep van binnen al lang. En ik was altijd iemands vriendinnetje geweest. Ik wist niet eens hoe dat werkte. Maar ik vond het wel een heel mooi stuk. En ja, het brengt ook alles weer een beetje terug natuurlijk. En dan realiseer ik me, ik zei nog tegen mijn moeder vanavond, dat het nog steeds niet helemaal weg is. Dat het nog steeds soms echt heel veel zeer doet. Ondanks dat ik heel gelukkig ben met mezelf en met mijn situatie. En dat het idee dat ik ooit mijn huis weer moet gaan delen me heel erg tegenstaat. Maar dat is zo eventjes ineens een diepzinnig momentje aan het einde van de vlog. Het is 7:07. Ik moet als een motherfucker de vlog gaan editen. Want morgen moet ik naar Enschede. Dus heel erg bedankt voor het kijken. En dan zie ik je weer bij de volgende video.